Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DRRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewend zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk, ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Electron kijken of die kars CQPA of op hamnieuws.nl? Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 News. 分野の専門家として、私は金曜日の夜にPA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。 Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 14 november 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is er uitgebreid aandacht voor de historie van onze hobby. Daarnaast is er morsen en een SSTV-afbeelding, een nostalgische, in PD90. Ik wil graag al even het chatkanaal van de Daily Minutes onder de aandacht brengen. Hoe je daar eenvoudig op kunt komen, bijvoorbeeld met Pigeon Messenger, moeilijk woord, kun je vinden op www.pa0e.nl. Op het chatkanaal kun je ook tijdens de Daily Minutes communiceren en je bent daar ook welkom als je pas net begonnen bent en nog geen roepletters hebt. Vandaag deel 8 van de serie over de historie van onze zendhobby. Vorige keer waren we in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog aangeland. Inmiddels ben ik erachter dat ook in de VS, nadat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog daar het zendamateurisme werd opgeschort, er een soort van oorlogsamateurvergunning bestond onder de naam War Emergency Radio Service, door de Amerikaanse overheid opgezet. Deze amateurdienst bleef actief tot 1946. Een heel tragische gebeurtenis uit de oorlog was ook de arrestatie van de Poolse priester Maximiliaan Kolbe, SP3RN, door de Duitse bezetter. De Duitsers gingen er onterecht van uit dat Kolbes amateuractiviteiten betekenden dat hij betrokken was bij spionage. Hij werd om die reden op 28 mei 1941 op transport gezet naar Auschwitz. In datzelfde jaar ontsnapten 10 gevangenen uit Auschwitz. 10 gevangenen die daar zaten zouden vervolgens werden gedood als genoegdoening, CQ wraak. De priester en zendamateur vond daar de dood toen hij zich opwierp als vrijwilliger om de plaats van een van de veroordeelden in te nemen. SP3RN werd in 1982 heilig verklaard. Sint Maximiliaan Kolbe wordt binnen de Rooms-Katholieke Kerk sindsdien beschouwd als beschermheilige van de zendamateurs. Na de oorlog kwam het zendamateurisme gaandeweg overal weer op gang en brak er een periode van een grote hoeveelheid beschikbare surplusapparatuur aan die door amateurs dankbaar voor ombouw en gebruik op de amateurbanden werd gebruikt. De gecombineerde 10 en 11 meterband liep in die tijd nog van 27 tot 30 megahertz. In 1947 raakten de amateurs de bovenste 300 kHz van die band kwijt, waardoor 10 meter ook nu nog 29,7 als bovenste bandgrens heeft. Tijdens de jaren 50 vestigde zich het gebruik van enkel zijband bij amateurs en raakten een aantal amateurs geïnteresseerd in ruimtevaart, bijvoorbeeld door het in 1957 ontvangen van de signalen van de Sputnik. Amper 4 jaar na de lancering van de Sputnik in 1961 hadden de amateurs al hun eigen satelliet, de Oscar 1.
Belangrijk in de jaren 50 was verder het internationale geofysische jaar. In dat jaar zorgden amateurverbindingen er bijvoorbeeld voor dat het Amerikaans marinepersoneel dat gestationeerd was in Antarctica met het thuisfront in contact kon komen. Telefoonverbindingen waren er voor de manschappen nog niet beschikbaar, maar omdat Amerikaanse amateurs mochten phonepatchen, dat wil zeggen telefoonverbindingen voor derden verzorgen, wat hier in Europa volkomen ondenkbaar was, daardoor konden zij die rol vervullen. Het International Geophysical Year duurde van 1 juni 1957 tot 1 november 1958. En het was voor amateurs net als andere aan de wetenschap gelieerde hobby's, en voor de wetenschap zelf natuurlijk, een interessant jaar. Het IGY is ook bekend van het nummer van Donald Fagen van Steely Dan. Het IGY markeerde het einde van een periode in de Koude Oorlog, waarbij er tussen Oost en West nagenoeg in het geheel geen interactie tussen wetenschappers plaats kon vinden. Tijdens het IGY werd ook de Sputnik gelanceerd. Het IGY viel verder heel strategisch samen met de top van zonnevlekkencyclus nummer 19. En veel ontdekkingen tijdens dat jaar hadden met de ionosfeer en met de ruimte rondom de aarde te maken. De Van Allen stralingsgordels werden bijvoorbeeld uitgevonden, maar ook dingen als de voor aardbevingen zeer belangrijke dynamiek tussen de tektonische platen. Onderzoeksdoelen van het IGY waren aurora, nachtelijk hemellicht, kosmische stralen, aardmagnetisme, zwaartekracht, fysica van de ionosfeer, precisienavigatie, meteorologie, oceanografie, seismologie en zonneactiviteit. Er deden 67 landen mee. In het volgende deel de historie van de 70 MHz band 4 meter die nauw verband houdt met het IGY. Of het nu 2 meter is of 10 meter, 20 meter, 40 meter, 70 centimeter in D-star of in PSK 31, het maakt niet uit. Maak minimaal 1 simplex QSO per dag om onze waardevolle amateurbanden beter te bezetten. Dat is toch niet zoveel gevraagd? Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 november 2016. Dit is het bulletin van dinsdag.
Vandaag is er nieuws en de historie van onze hobby. De tijd is wat krapjes voor het maken van de uitzending, maar als het lukt hebben we ook morsen en een SSTV-plaatje. In China is een nieuwe CubeSat gelanceerd met een FM-transponder aan boord. De Dream One of CAS-2T heeft een downlink, CQ een uitgang op 435615 MHz en een ingang op 145925. Verder zit er een baken op 435710. Er staat niet bij dat er CTCSS nodig is. De CubeSat is gebouwd door middelbare schoolleerlingen en hij blijft vastzitten aan de laatste trap van de raket van de lancering, waardoor de levensduur waarschijnlijk slechts 10 tot 30 dagen zal bedragen. Zo heel af en toe kom je nog wel eens wat tegen wat je daarvoor niet wist. Ik wist dat er in Italië beperkt mogelijkheden zijn voor een Citizens Band-achtig gebruik rond 35 MHz. Maar helemaal nieuw voor mij was dat ik vandaag las op southgatearc.org over een CB-band in Zweden op 69 MHz. Er zijn in totaal 18 kanalen, 10 voor gebruik van 5 watt HF en 8 waar 25 op is toegestaan, 25 watt. Het laagste kanaal zit op 69,0125, het hoogste op 69,71875. Dat is krap 300 kHz onder de Nederlandse 4 meter band. De band schijnt erg populair te zijn. Southgate ARC maakt melding van een activiteitsavond iedere vrijdag van de maand om 2100 uur. De afdeling Amersfoort meldt trouwens meerdere nieuwe geslaagden voor het Amerikaanse zendexamen dat sinds een tijdje in Amersfoort kan worden afgenomen. De eerstvolgende gelegenheid voor het examen zal overigens zijn in het eerste kwartaal van 2017 in het oosten van het land. Vanaf 27 november is er bij het Rotterdamse Radiomuseum een tentoonstelling 65 jaar televisie in Nederland. Vanaf 12 uur op 27 november gaat de traditionele radiobeurs open die dan ook altijd plaatsvindt. Om 1300 uur wordt de thematentoonstelling geopend. Een en ander is gratis toegankelijk en er kan ook gratis bij het Radiomuseum worden geparkeerd. Normale openingstijden van het museum zijn 1300 tot 1600 uur van donderdag tot en met zondag. Meer informatie op www.rotterdamseradiomuseum.nl. Ja, vanavond is er weer de D-Star-ronde van 20:30, vanaf 20:30 moet ik zeggen, op onder andere XRF088B. Je kunt je daar met D-Rats inmelden en ook op de traditionele wijze uiteraard en ook via internet. Je kunt verder behalve met een D-Star of een DMR-apparaat deze ronde ook beluisteren via de site van Frans, Papa Delta 4, Foxtrot, Mike, Juliet. En die site dat is www.pd4fmj.nl. Je kunt daar ook de meest recente rondes nog terugluisteren. Morgenavond is er trouwens ook weer de SSP-ronde op 144.345 MHz. Dat is dus op woensdag vanaf 2100 uur als ik het goed zeg. En ook op woensdagavond is er de ronde op PI610 op 10 meter. Deel 9 van de historie van het zendamateurisme gaat over de historie van 70 MHz. We waren gebleven bij het International Geophysical Year. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog was een van de meest populaire amateurbanden de 5 meter band. In Engeland, zowel als in Nederland, was dat het geval. Voor de oorlog zat die band in Engeland rond 56 MHz. Toen na de oorlog het zendamateurisme weer werd toegestaan, was de 5 meter band in Engeland toen tussen 58,6 en 60 MHz al snel opnieuw heel populair. Dat duurde echter niet lang, omdat de band nabij kanaal 4 in 1949 werd toegewezen aan de BBC voor televisieuitzendingen. Vrijwel tegelijk werd de amateurband daarop in zowel Nederland als in Engeland ingetrokken. In Nederland kwam daar geen compensatie voor. Amateurs verhuisden vermoedelijk naar 28 MHz en later naar 144 MHz. De RSGB in Engeland bleef echter lobbyen en na 7 jaar in 1956 kregen zij voor de verloren gegaan 5 meter band 4 meter terug. Toen nog tussen 70,2 en 70,400. Later werd dat 70,0 tot 70,500. Zendamateurs in Nederland mochten overigens tijdens het International Geophysical Year, het IGY, waar we het vorige week ook over hadden, ook gebruik maken van de 70 MHz band. Dat was echter een tijdelijke zaak. Waar de Engelsen de band mochten blijven gebruiken, hield het in Nederland weer op. Decennia lang bleef het bandje vervolgens beperkt tot slechts enkele landen. Om die reden is er ook betrekkelijk weinig amateurapparatuur die standaard geschikt is voor 70 MHz. En langzaamaan begint dat overigens wel te veranderen. Traditioneel werd er deels uit noodzaak altijd meer zelfbouwapparatuur gebruikt dan op andere banden. En daarnaast werden veel omgebouwde mobiele phones gebruikt. Lange tijd waren het alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar amateurs op 70 MHz mochten werken. Daarnaast was er Portugal, inclusief de Azoren en verder enkele gemene bestlanden. Pas toen door het uit de lucht gaan van de analoge televisie in de meeste Europese landen de lage VHF vrijkwam, kwamen er schoorvoetend steeds meer landen bij met meestal een veel kleinere allocatie dan in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar was.
Een hardnekkig gerucht is overigens dat Defensie in Engeland de toewijzing voor de amateurs daar uiteindelijk mogelijk had gemaakt. Doordat de band in veel landen primair voor militaire communicatie wordt gebruikt, was de gedachte dat in het Oostblok de uitzendingen van Defensie wel door de amateurs uit Engeland overstemd zouden worden, terwijl al lokaal vanwege de skipafstand geen storingen zouden plaatsvinden. Dit gerucht is overigens altijd door de Engelse overheid ontkend. Opmerkelijk is dat het ondanks het ontbreken van repeaters, die zijn ook nu nog nergens op 4 meter toegestaan op enkele papegaai-repeaters in België na, dat het bandje altijd zo populair is geweest, met name in Engeland. Voordelen boven 2 meter zijn onder andere het grotere bereik. Daarnaast ontbreekt bij mobiel gebruik, net als op 50 megahertz, de QSB nagenoeg geheel, omdat op dit soort lage frequenties bijna geen sprake is van reflecties. En sowieso gaat de fading door de grotere golflengte heel veel trager. Verder gaan signalen op 70 megahertz veel gemakkelijker dan hoge frequenties gewoon door de bebouwing heen, ook al doordat het niet gereflecteerd wordt. In de afgelopen jaren raakte onder andere door de komst van de goedkope Chinese portofoons de populariteit van deze band in Engeland nog verder in de stroomversnelling. Sinds 1 januari 2012 hebben amateurs in Nederland dus de beschikking over een riante allocatie in deze bijzondere en zeer exclusieve amateurband. Die allocatie is als een van de weinige landen even groot als de Engelse. Aan de amateurs nu de taak om de band zowel bij goede als bij slechte condities te gaan gebruiken. Ja, ik heb deze tekst geschreven toen de band vrij kwam hier. Door de ruime toekenning is er zeker genoeg plek voor lokale QSO's, zonder dat de X'ers daarvan hinder zullen ondervinden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 16 november 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is er één nieuwtje en verder een deel van de historie van onze hobby. Verder is er morsen en een SSTV-plaatje in PD90. Het laatste is een foto die ik kort voor de uitzending speciaal hiervoor gemaakt heb. Ik vind dit maar slap gezwets. Pardon? Morgen donderdagochtend dus, nog voor de herhalingsuitzending van de Daily Minutes, is het weer mogelijk om naar het ISS te luisteren op 145-800. Er wordt dan, zo is de planning, verbinding gemaakt met scholieren in Barcelona. Er is ook een webcast. De URL daarvoor is onder andere te vinden op www.southgatearc.org. Het tijdstip is 8 uur 25 UTC, dat is dus 9 uur 25 lokale tijd hier in Nederland, op 145-800 dus. De uitzendingen vanaf het ISS zijn vaak op een portofoon op de eigen antenne daarvan of op een eenvoudig politiescannertje al te horen.
Terugroepen heeft overigens geen zin, omdat het een afgesproken verbinding betreft en er op een andere frequentie wordt teruggeluisterd. Ja, kom aan deel 10 over de historie van de zendhobby. We zijn met deze serie aanbeland bij het midden van de vorige eeuw. Kan er echter geen kwaad om nog eens terug te gaan naar het allereerste begin. Want wie was nou eigenlijk die eerste radioamateur? De site electronicsradio.com probeert die vraag te beantwoorden. In de jaren kort voor 1900 werd er al druk geëxperimenteerd. Daar begonnen we deze serie mee. Mensen waren zeer geïnteresseerd in dit nieuwe fenomeen van het draadloos communiceren en er vonden zelfs openbare demonstraties plaats. Deze demonstraties waren er mede de reden van dat er buiten de wetenschap ook privépersonen zich met deze materie bezig gingen houden. Dit waren de latere zendamateurs. In de tijd dat er nog niets gereguleerd was, was er ook nog niet veel bekend. Ook wetenschappers worstelden vaak nog met hoe dat nou ging met die radiogolven, hoe het werkte en vooral waarvoor kun je ze gebruiken. Omdat iedereen zomaar een zender en een ontvanger kon bouwen en daarmee kon experimenteren, deden de mensen dat ook. Het is echter moeilijk om vast te stellen wie de eerste amateur nou echt was. Onder andere omdat er mede vanwege het ontbreken van vergunningen ook niets werd vastgelegd. En wanneer ben je een zendamateur? Als je alleen uitzendt of moet je daarvoor ook een verbinding hebben gemaakt? Het eerste amateurradiostation dat op schrift bewaard is gebleven was dat van M.J.C. Dennis uit Londen. Dit was in 1898. Dennis hoorde over de experimenten van Marconi en als gevolg daarvan bouwde hij zijn eigen station bij Woolwich Arsenal in Oost-Londen. Dennis claimde dat hij het eerste niet beroepsmatige radiostation wereldwijd was en bij gevolg zou je kunnen stellen dat hij de eerste radioamateur was. Er was niemand die bestreed dat hij dat was, wat zijn stelling nog extra kracht bijzet. Dennis had later als call DNX, Delta November X-ray, ja, er waren nog geen reguliere calls zoals we die nu kennen, later verhuisde hij naar Ierland, waar hij onder de roepnaam Echo India 2 Bravo werkte, waar hij bovendien de reputatie had dat hij ook de eerste zendamateur in Ierland was. M.J.C. Dennis was in zijn bestaan ook nog de eerste voorzitter van de Ierse amateurvereniging Irish Radio Transmitter Society, IRTS. We beginnen nu met deel 11 van de serie over de radiohistorie. Nou, radiohistorie, de historie van onze hobby. In de begintijd van de amateurzenders, zo rond de eeuwwisseling van 1900 dus, waren de tijdschriften gek op amateurs. Ze kregen er niet genoeg van en dus verscheen er een grote hoeveelheid artikelen. Ook verschenen er veel boeken over het nieuwe fenomeen zenden. Die boeken en artikelen beschreven vaak praktische details over hoe de apparatuur hiervoor kon worden gemaakt. In januari 1898 was het, verscheen een tijdschrift genaamd The Model Engineer and Amateur Electrician met een artikel van Leslie Miller over details voor experimenten door radioamateurs, inclusief een beschrijving van een basale zender en ontvanger. Het artikel had als titel Some Interesting Experiments for Amateurs, een paar interessante experimenten voor amateurs. En het begint met de tekst, toen amateur elektriciens in de krant lazen dat in het parlement om een bedrag gevraagd werd om experimenten te kunnen uitvoeren met de apparatuur van Marconi voor telegrafie zonder draden. En dat deskundig personeel bij de Britse post de middelen hiervoor voor opvraag beschikbaar had, dachten deze amateurs waarschijnlijk dat soort testen ver buiten hun bereik lagen. Miller beschrijft in het artikel dat dit zeker niet het geval was en dat radioamateurs, of zoals hij ze noemde, radio-elektriciens, nog steeds mee konden doen en zelfs experimenten konden doen. Miller publiceerde vervolgens meerdere artikelen in de latere edities van het blad, waarbij hij aangaf dat ook hij tot deze eerste radioamateurs behoorde. Miller claimde echter niet de eerste te zijn, maar hij was zeker een van de eerste, of wellicht samen met de eerder genoemde M.J.C. Dennis de eerste. In Amerika begon de interesse met een artikel in juli 1899 in het blad American Technician, getiteld The Apparatus for Wireless Telegraphy, de apparatuur voor draadloze telegrafie, geschreven door professor Jerome J. Green. In het artikel beschreef de professor tot in detail de apparatuur benodigd voor een zender, een ontvanger, door middel van een coherer werkte die, en de antenne. Verder verscheen er een boek Draadloze Telegrafie en Hertziaanse Golven door S. Botone met een uitgebreide uitleg van de benodigdheden en hoe een zender en een ontvanger konden worden gebouwd. Voor de ontvanger werd een glazen buis gebruikt, een paar kurken, ijzer en twee koperen draden. Het was met name dit boek dat de interesse bij het grote publiek voor het fenomeen radio en voor zendamateurisme in die tijd aanwakkerde.
Het is heel moeilijk om vast te stellen wie nou echt die eerste radioamateur was. Volgens sommigen was Marconi de eerste radioamateur. Toen hij met zijn experimenten begon, was hij namelijk zeker nog geen ondernemer. Anderen vinden dat professor D.E. Hughes, de eerste amateur was. Die maakte namelijk thuis een vonkzender, zonder dat hij echter wist hoe hij die signalen op een ontvanger op enige afstand weer kon detecteren. Of was het toch een van degenen die hiervoor in het onderwerp al genoemd werden? Wat wel zeker is, is dat veel mensen aan het eind van de 19e eeuw begonnen met experimenteren en dat de interesse hiervoor in de jaren daarna ook alleen maar sterk toenam. Eind jaren 90 van de 19e eeuw waren het dus wel het moment waarop onze hobby dus begon. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ik vind dit maar slap gezwets. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 17 november 2016. Dat is het bulletin van donderdag. Op www.pa0ete.nl kun je trouwens vinden hoe je kunt meepraten op het chatkanaal van de Daily Minutes. Op het chatkanaal kun je ook tijdens de Daily Minutes discussiëren. En je bent er ook welkom als je geen geregistreerd amateur bent. Op de site bij deze uitzendingen dus, pa0ete.nl. Waar de meeste, zeg maar, wereldomroepen flink inkrimpen of zelfs niet meer bestaan, breidt BBC World Service momenteel flink uit. Het zou zelfs gaan om de grootste uitbreiding sinds de jaren 40. Er komen maar liefst 11 nieuwe talen bij waar het station in uitzendt. Het gaat om een aantal Afrikaanse en Aziatische talen. Verder worden de bulletins in het Russisch uitgebreid met regionale versies voor landen die naast Rusland liggen. Televisie die wordt aangeboden wordt ook fors uitgebreid. Ook verschillende Engelstalige uitzendingen, dat worden er meer. Opmerkelijk is verder dat in een aantal gevallen er uitzendingen op de middengolf en korte golf bijkomen. Onder andere in het Koreaans. Dit alles in combinatie met social media en andere online presentie. Dit bericht is gebaseerd op een bericht op SW Elling. Het aantal zonnevlekken is momenteel op het laagste niveau sinds 5 jaar. Volgens Southgate.arc.org en Spacewater.com is dit onmiskenbaar een signaal dat het zonnevlekkenminimum eraan komt. NOAA, het meteorologisch instituut in de VS, heeft een aantal erg nuttige sites. Landen die ook nog veel informatie over ruimteweer en korte golfpropagatie geven, zijn Australië en Zuid-Afrika. Beiden zijn natuurlijk ook landen die zo uitgestrekt zijn dat er ook buiten het centamateurisme nog veel op korte golfverkeer wordt vertrouwd. Ik doe dat meestal niet, maar ik ga nu enkele URL's noemen. De site van NOAA in de VS is www en dan Sierra Whiskey Papa Charlie .noaa.gov. www.swpcnoaa.gov.
Gof en Noah is met twee A's. De site van het Zuid-Afrikaanse SANSA is Space Weather, gewoon in het Engels, en dan .sansa.org.za. De leukste vind ik echter die van de Australische overheid. Op die site kun je ook mailtjes laten sturen bij allerlei soorten van bijzondere omstandigheden rond propagatie. Die website is www. En dan Sierra Whiskey Sierra, Bravo Oscar Mike, .golf Oscar Victor, .alpha Uniform, schuine streep en dan met een hoofdletter Space, _, hoofdletter Weather. Dus www.sws.bom.gov.au en dan Space Weather met een _ ertussen en Space en Weather met een hoofdletter. Maar voor wie dit te snel ging, de linkjes staan vanavond ook op www.pnlete.nl. Dat klagen over intruders in de amateurbanden soms ook gewoon werkt, blijkt uit het feit dat het bekende RDL-signaal van de Russische marine op de Krim op 14.280 onlangs na klachten van de Bundesnetzagentur op 1 november uit de ether verdween. BNetzA werkt overigens nog aan de situatie op 40 meter waar Radio Eritrea op 7146 en 7175 programma's uitzendt die door Ethiopië met witte ruis worden gestoord. Die laatste wil de zaken grondig aanpakken, want de beide ruissignalen zijn elk zo'n 20 kHz breed. Dit duurt al jaren, de storing ervan is tot in Noord-Amerika toe soms problematisch. Opmerkelijk is verder een Stanag 4285 modemsignaal zonder verdere modulatie, dat op 40 meter op 29 oktober enkele Duitse contesters dwars zat en ze ook over de band volgden. Opmerkelijk is dat het signaal uit Duitsland zelf leek te komen en dat Stanag 4285 een systeem is waarmee verbindingen wordt onderhouden tussen verschillende NAVO-bases. Op swnlink.com staat een review van de Doxytronics 8020CA loopantenne. Dat is een typische QRP loopantenne, maximaal 20 watt, zoals verschillende merken zoals Miracle Whip en MFJ ze ook aanbieden. Deze lijkt wat steviger en groter. De antenne is zo te zien opgebouwd uit pijpmateriaal dat doet denken aan het bekende PVC-pijp. En de loop zelf bestaat, als ik het goed zie, uit een coaxkabel met twee connectoren. Op swnlink.com dus. Deel 12 van de serie over de historie van onze hobby gaat over onze amateurbanden. Tussen veel van de amateurbanden, maar ook bijvoorbeeld de vroegere scheepvaartbanden, zit een harmonische relatie. 80 meter is bijvoorbeeld de helft van 40 meter, 20 meter is daar weer de helft van en 10 meter ook weer. Meerdere banden lijken wat dat betreft uit de boot te vallen. In veel gevallen is daar een historische reden voor. Ook zijn er later banden bijgekomen waarbij die harmonische relatie deels is losgelaten. 15 meter is bijvoorbeeld zo'n buitenbeentje waarbij heel lang geleden van deze indeling is afgeweken. Een historische reden om deze indeling los te laten was bijvoorbeeld de komst van de televisie op de lage VHF. We noemden dat eerder al. De populaire 5 meter band, eerst rond 56 MHz en later net onder 60 MHz, moest verdwijnen toen de BBC op kanaal 4 met uitzendingen van tv begon. 5 meter is de helft van 10 meter en past dus keurig in het lijstje. Voor wie mocht denken dat het misgaat bij 2 meter, die komt dus zelf enigszins bekocht uit. Ook de 2 meter band is er later pas bijgekomen. Voor de oorlog hadden de amateurs de 2,5 meter band. Die begon net boven 108 MHz. In de Tweede Wereldoorlog, toen het zendamateurisme nagenoeg overal verboden was, werd besloten om voor de geallieerde bommenwerpers de hoogste frequentie te gebruiken waarvoor met de stand der techniek van dat moment nog betrouwbare apparatuur gemaakt kon worden. Dat was het bandje net boven de 108 MHz. Vele duizenden bommenwerpers werden er zo uitgerust met VHF-apparatuur voor die band. Een voormalig amateurband dus. Na de oorlog was er de wederopbouw en werden de bommenwerpers vaak tot passagiersvliegtuigen omgebouwd. Om in deze opbouwfase te voorkomen dat de radioapparatuur aan boord ook moest worden omgebouwd, werd ervoor gekozen om als luchtvaartband voor de civiele luchtvaart de band te kiezen waar de meeste vliegtuigen al op konden werken. Hierdoor raakten de amateurs de 2,5 meter band dus kwijt en daarmee ook de band die in het rijtje zo goed paste. Overigens is 144 MHz de band die daarvoor in de plaats kwam ook niet slecht gekozen. De 70 cm band ligt op de derde harmonische van de 2 meter band. Ook de band die de helft is van de 2,5 meter band is een amateurband. Ik heb niet kunnen vinden of de 1,25 meter band in Europa CQ Region 1 ooit legaal geweest is. In Caribisch Nederland, dat net als de VS in Region 2 ligt, Region 2, mag deze band dus wel door amateurs gebruikt worden. In megahertz is dit 220 MHz. 70 centimeter is overigens weer, zei het bij benadering, de helft van 1,25 meter. In Region 2, waar de 70 centimeter band aan de bovenkant tot 450 MHz loopt, klopt het beter dan hier. In Region 2 is er trouwens ook nog een 33 centimeter band, die weer de helft is van 70 centimeter. Deze 900 MHz band is er echter kort na het jaar 2000 bijgekomen.
In het volgende deel van deze serie gaan we in op het kwijtraken van 1 MHz van de 10 meter band, de huidige 27 MHz band, die vroeger ook een amateurband was. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 november 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Er is vandaag niet zo heel veel nieuws, dus vandaag slechts 1 bericht. Daarnaast weer een aflevering over de historie van onze hobby. Verder is er moesje. Het SSTV-paaltje van vandaag in PD90 is een foto van de antennesituatie en een deel van de elektronica van de nieuwe ATV-repeater PI6WL in Honselersdijk in het Westland, die vorige week in de lucht kwam. De repeater heeft 30 watt output op 10.490 MHz in de 3 cm band en meerdere ingangen op 23 cm, 13 cm en 70 cm. Website van de repeater is pi6wl.nl en op de site is ook een stream te vinden. Met dank aan PB0AHX voor de foto's. Tijdens de uitzending ben ik trouwens zelf doorgaans te bereiken op het chatkanaal van de Daily Minutes. Op amateurradio.com en het weblog van VE7SL beantwoordt Roelof Bakker, PNL-RDT, een aantal vragen over zijn beroemde mini-wip-antenne. Erg interessant, want het gaat om praktische zaken zoals het oppikken van storingen via de coax of de katkabel waar het antennetje mee is aangesloten en over het aansluiten van een aarding op de antenne. Deel 13 van de serie over de historie van onze zendhobby gaat over het kwijtraken van ruim een derde van onze oorspronkelijke 10 meter band. Een gebeurtenis die samenvalt met het ontstaan van de 27 MHz Citizens Band. Het initiatief voor een burgerband, radiocommunicatie voor familiegebruik en kleine bedrijven, gecombineerd met de mogelijkheid voor op afstand bestuurde vliegtuigen, werd in de VS al in het laatste jaar van de oorlog in 1945 genomen. De oorspronkelijke CB-band liep van 460 tot 470 MHz. Er waren 2 klassen apparatuur, klasse A en klasse B. Klasse B hoefde aan minder hoge technische eisen te voldoen, maar had ook een kleiner frequentiebereik. Pionier op dit gebied, Alfred J. Gross uit Canada, was de eerste die met zijn speciaal hiervoor opgezette Citizens Band Corporation eind jaren 40 de eerste klasse B walkie-talkies voor de band op de markt wist te brengen. Hij was een van de zeer weinigen die dat lukte.
Ondanks dat er enige apparatuur voor verkrijgbaar was, bleek de hoge frequentieband ook echt te hoog gegrepen voor de techniek van eind jaren 40, begin jaren 50. De apparatuur was simpelweg te kostbaar voor gewoon familiegebruik en de apparatuur was ook niet bepaald praktisch voor gebruik door de gemiddelde burger. Senaatsleden wilden eind jaren 50 eigenlijk het gebruik van de Citizens Band, dat zo onsuccesvol was, weer beëindigen. Maar desondanks werd op 11 september 1958 een klasse D voor CB geïntroduceerd. Voor die klasse D moesten de gelicentieerde amateurs de onderste megahertz van de 10 meter band afstaan. En in een klein gedeelte van dat spectrum werden 23 kanalen voor klasse D CB gebruikers ingericht. 22 van die kanalen zaten in het deel van die band dat eerder van de zendamateurs was. Het 23ste kanaal werd toen gedeeld met radiobesturing van modelvliegtuigen. Een groot deel van de band tussen 460 en 470 MHz werd vervolgens ingedeeld voor zakelijk gebruik en voor hulpverleningsdiensten. De klassen A en B zijn nog niet helemaal opgeheven. In de VS heb je twee systemen voor waar wij hier PMR 446 hebben. Family Radio Service, FRS, en General Mobile Radio Service, GMRS. De eerste is een rechtstreekse afstammeling van de originele klasse B Citizens Band, die met de beperking in frequentie en technische eisen en GMRS is de opvolger van klasse A Citizens Band. In de jaren 70 werd er opnieuw een amateurband in de VS door CB-gebruik bedreigd. Dat was toen er een voorstel werd gelanceerd om een nieuwe klasse E voor CB in te stellen, wat ten koste zou gaan van de 220 MHz band in de VS, de 1,25 meter band waar we het in het vorige deel al over hadden. Het was met name de oliecrisis van 1973 die de 11 meter band zijn grote populariteit bezorgde. De oliecrisis zorgde ervoor dat er een nationale maximale snelheid in de VS kwam van 55 mijl per uur. Truckers gingen hierdoor CB gebruiken om elkaar op de hoogte te stellen van plekken met speed traps, door lokale sheriffs gemaakt om truckers in de val te lokken met de hoge snelheden. En ook werden via CB de plekken met de laagste brandstofprijzen gedeeld. Daarnaast werden de bakjes door de truckers gebruikt om actie te voeren of bij grote stakingen. De populariteit bij de truckers bezorgde de bakkies een grotere algehele populariteit, die nog extra werd aangewakkerd door tv-series als The Dukes of Hazzard uit 1979 en het gebruik van bakkies in films als Smokey and the Bandit en Convoy, respectievelijk uit 1977 en 1978. Ook kwamen de bakkies geregeld in popsongs in de VS voor. Verder waren er in die tijd beroemdheden die op 27 MHz actief waren. De bekendste daarvan zijn ongetwijfeld First Lady Betty Ford, de echtgenote van president Gerald Ford, die de roepnaam First Mama gebruikte, en de bekende voice actor Mel Blanc, hier vooral bekend van de stem van Fred Flintstone, die met roepnamen als Bugs of Daffy actief was. De stemmen van Daffy Duck en Bugs Bunny werden inderdaad, net als Tweety Bird, Speedy Gonzales en nog veel meer, ook door Blanc verzorgd. In de VS was aanvankelijk het gebruik van een roepnaam die op de vergunning vermeld stond verplicht. Iedereen negeerde deze verplichting echter en gebruikte een zelfverzonnen call. In de jaren 70 en 80, toen de Citizens Band op zijn populairst was, breidde dit initiatief zich over de hele wereld uit, waarbij in veel landen precies of bijna precies de kanalen uit de VS werden overgenomen. Soms met kleine verschillen, zoals in Polen, waar alle kanalen 5 kHz lager in frequentie zitten. Er zijn ook landen met CB-banden op UHF 470 of op 800 MHz. Vanaf 22:30 vanavond is er weer de lange uitzending op PI3 UTR, met ongeveer 3 kwartier tot een uur na het begin een item in het Engels over stealth-antennes.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Dat was met het weekje wel weer. Binnenkort is het weer kerst, de tijd van de cadeautjes. Ik wil een cadeautje, ik wil een cadeautje, een cadeautje. Zo'n grote rode brandweerauto van Wokka Wokka. Ja, ja. Met een brandweermannenhelm en een walkie-talkie. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Amateur Radio Newsline Report number 2038. With the release date of Friday, November 18th, 2016. To follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. The DXing world loses a noted centenarian. A ham club in Michigan comes up with a unique and generous way to welcome newly ticketed amateurs. And in our top story from New Zealand, hams' attempts to assist after a massive earthquake are being challenged by the damage left behind. All this and more as Amateur Radio Newsline Report number 2038 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now reporting from Charleston, West Virginia, here's Jim Dameron, NATMW. We begin this week with the aftermath of the earthquake in New Zealand that took lives, stranded thousands, destroyed roads and buildings, and left hams frustrated as to how they could help. We have more details from Amateur Radio Newsline's Jim Meachin, ZL2BHF. Thousands of people have been left stranded on a devastated landscape in New Zealand, which was shattered by a 7.8 magnitude earthquake on Monday the 14th of November. With a state of emergency declared in the Canterbury region, hardest hit by the quake, emergency response has included an international array of naval vessels. Defence Minister Jerry Brownlee told the New Zealand Herald that offers of help were accepted from the United States, Australia, Canada, Japan and Singapore. The fleet of rescue ships includes the first United States warship to visit New Zealand in 33 years. While there was no formal activation of Amateur Radio Emergency Communications, AREC, hams in the public service arm of the New Zealand Association of Radio Transmitters, remained vigilant in monitoring traffic on the bands as officials continued to assess the massive damage to roads and buildings. The quake, which caused extensive damage in Kaikoura and Culverton, killed at least two persons. One local ham, Ken Duffy, ZL4KD, told Amateur Radio Newsline in an email that he activated the Christchurch repeater to listen for emergency and damage reports shortly after the first quake struck. He remained on the air through the series of aftershocks that occurred. Ken wrote that the affected area included a large rural region with few active hams, but the damage was significant. Ken said AREC could not gain access to many of the affected areas because of the severity of the road damage. As Amateur Radio Newsline went to production, hams continued to monitor frequencies while they awaited word from government agencies on their offer to step in during the rescue effort. Reporting for the Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meachin, ZL2BHF. For disabled radio operators, there's plenty of software to help get them on the air successfully. Still, there's no better encouragement than that of a fellow ham. Here's Amateur Radio Newsline's Graham Kemp, VK4BB, with news of just such an effort. December 3 marks the International Day of Persons with Disabilities, and the International Program for Handicapped Radio Amateurs, the IPHA, wants its member organisations to make their CUSOs count. The event's coordinator, RIRI, Oscar Delta 5 Romeo India, said he'd like to see some partnership with disabled operators. He reports already the Derby and District Amateur Radio Society in the UK will be operating as Golf 2 Delta Juliet, with disabled persons participating at that station. In Egypt, the Egyptian Radio Amateur Society, ERASD, will likewise be operating a station, Sugar Uniform Zero, Echo Romeo Alpha.
If there are other organisations around the globe planning similar operations, please let the IPHA know about it by contacting RIRIAZRAK on email, ririazrak@gmail.com. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. What beats the thrill of getting your ham radio license? Getting your first radio free. Amateur Radio Newsline's Skeeter Nash, N5ASH, has those details. The Livingston County Amateur Radio Club in Michigan has come up with a unique way to generate interest in ham radio. We're offering residents of the county that are 21 years or younger that get their amateur radio license. If they pass the test, we're giving them a dual-band handheld radio. And if you're over 21 and you're in the county, if you pay for 2 years memberships to the club, we'll also give you a radio if you pass your test or an upgrade. That's Les Butler, W8MSP, Technical Director for the Livingston County Amateur Radio Club, or LARK. I asked Les, who came up with the idea? The board members of the club. We were thinking of ideas to get more younger people involved and more people in general. I mean, our membership's pretty good, and we've got pretty good participation in our meetings. And we have a few young people, but we'd like to see a few more. Has there been a noticeable difference since this program started earlier in the summer? Not yet. I think it's going to now because it's getting a lot more publicity. We did a local radio station interview here in the county. We generally have 2 to 5 people show up for our test sessions every month. We test the second Tuesday of every month. Walk-ins are welcome. You don't need to make an appointment. And many months we have 5, 6, or 7 people, and generally it's 2 to 5 people. So, if you know someone in Livingston County, Michigan, who is interested in getting or upgrading their license and could use a free dual-band handheld transceiver, go to W8LRK.com to learn more about the club's testing program. But hurry, this is a limited-time offer that expires at the end of 2016. For Amateur Radio Newsline, I'm Skeeter Nash, N5ASH, in Topeka, Kansas. The Veterans Day and Remembrance Day experiences help people around the world remember the brave soldiers who made the ultimate sacrifice for their countries. One small group of amateurs in Ontario, Canada, made the most of that commemoration with a special event station at a special venue. Amateur Radio Newsline's John Williams, VK4JJW, has those details. In Canada, the John McCrae House, birthplace of the noted World War I soldier, is maintained as a treasured reminder not just of its former inhabitant, but of the war that spurred him to write the poem, In Flanders Fields. The verse was first published in 1915, immortalizing the poppy as a symbol of Remembrance Day, and serving as the author's tribute following a friend's death from injuries sustained in battle. Members of the Guelph Amateur Radio Club in Ontario were part of that remembrance on Thursday, November 10, when their rig sent and received messages about fallen members of those in military service and about John McCrae himself, whose stirring verse is still a part of so many formal occasions in these modern times. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. In Europe, amateurs have enjoyed activating all kinds of mills, now unused for the original purposes in the textile and grain industries. Well, it looks like Australia's about to get into the act, too. Amateur Radio Newsline's Jason Daniels, VK2LAW, tells us more. Anderson's Mill, a 19th century building in central Victoria, has just earned the distinction of being the first mill in Australia to join a global radio event in May, which until now featured only mills in Europe. The old Australian mill in Smeaton, which once processed flour and oats, will be processing global radio contacts instead in the annual event known as Mills on the Air. The radio activity is run by the Denby Dale Amateur Radio Society in the UK, in cooperation with the Society for the Protection of Ancient Buildings. Operators from the Central Goldfields Amateur Radio Group, VK3 Bravo India, plan to be on HF, VHF, IRLP and Echolink from the mill on May 13 to 15. The Radio Club's president, Peter Rafferty, VK3 Charlie Charlie, has been working with local residents in the effort to get Anderson's Mill included. Now that the mill has been recognised in time for next year's event,
The club is hoping the success will inspire others to find more mills in Australia to join them in the big event. For Amateur Radio Newsline, I'm Jason Daniels, VK2LAW. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the WA7ABU repeater serving Willamette Valley, Oregon. DXers around the world lost a noted fellow DXer who was not just a longtime DXer, but one of the world's most longtime hams. Here's Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, with the story of this silent key. Yvan Pastre, F3AT, was considered one of the world's oldest radio amateurs, and at 102, that itself was quite an accomplishment. His achievements as a top DXer, however, were considered even more unparalleled by those who knew and respected him. The French radio amateur has become a silent key. Yvan's name can be found at the top of the DXCC honour roll, with a total of 388 entries confirmed. He also held 5-band DXCC honours, licensed as F3AU in 1931. He was most active and proficient in CW throughout his long life, and he was celebrated for his varied operations. He took the call sign F3AT some years after first getting his license, but was also known to use variations of it for his activations in French Equatorial Africa, French Cameroon, and French Sudan. Listed on the roster of the A1 Operators Club and the First Class CW Operators Club, Yvan was memorialized on the 12th of November. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. The amateur radio world also lost a noted leader active in the ARRL. Todd Olson, K0TO, is being remembered as an accomplished contester, mentor, and a positive influence by many in and out of the headquarters of the ARRL. Todd became a silent key November 12th at age 83, ending his long battle with cancer. His work as an ARRL volunteer began in 1974 when he became Minnesota Section Communications Manager, and at the time of his death, he was best known as Director Emeritus and Honorary Vice President. He'd held numerous positions in the years in between, including Dakota Division Director from 1994 to 1999. According to the ARRL website, he served on every standing committee the board had and served as chairman of the Administration Finance Committee twice. His accomplishments on the air landed him in the CQ Contest Hall of Fame. Todd had worked as Director of Information Technology at General Mills until his retirement in 1991. He and his wife Jackie had 5 children. ARRL CEO David Sumner, K1ZZ, who was well acquainted with Todd, said on the league website, quote, "I feel like I have lost my brother," end quote. Plans are being made for a memorial service in Minnesota. In the world of DX, Allen G3XAQ is operating as 5X1XA on the HF bands using CW until the 28th of November from Kampala in Uganda. Send QSL cards via G3SWH. Be listening for Tom DJ6TF and Reiner DL7KL as 5Z4/DJ6TF and 5Z4/DL7KL, respectively, from Diani Beach until December 1st. You can hear them on 80 through 10 meters using CW and SSB. Send QSLs to their home call signs. John W5JON is using the call sign V473A from Calypso Bay, St. Kitts, until the 15th of December. He can be found on single sideband on 160 to 10 meters, including 60 meters. Send QSLs direct to his home call sign. With the holiday season quickly upon us, our closing story is about an old friend in a red suit. A very old friend. You see, this particular Santa Claus doesn't have a sack. Instead, he has a net, and it's on 80 meters. If you believe in him, you'll want to listen very closely to this report from Kent Peterson, KC0DGY.
We're now in our 11th year on 3916. This started, and I had a young, probably a 7 or 8 year old at home, and a number of us were on 3916 on Christmas Eve. Somebody got the idea, hey, what if we connect some of the kids in our households to Santa? That was the humble beginnings of SantaNet. And with that, the holiday spirit once again is crackling on the HF bands with the start of the 80-meter SantaNet every night at 7:30 p.m. Central Time. Pete Thompson, KE5GGY, thinks he could have up to 400 Santa contacts this year, starting on November 25th, right through and including Christmas Eve, December 24th. I would just encourage anybody to think about kids in your neighborhood, think about your own kids and grandkids, people that you can introduce to ham radio. That's the other thing that happens here. Not only do we make a kid's Christmas, but we're getting kids connected with ham radio, and that's very powerful. It's the magic of radio that we all remember as kids when we could hear a faraway broadcast. Imagine what's going through a young boy or girl's mind when they hear the static, they hear the radio, they're in a strange room with all this equipment, and suddenly they're talking to Santa Claus. And we're looking for some female relays to help us relay in the voice of Mrs. Claus, and we've had a little bit of luck with that in the past, but I'd like to see more of that this year. Pete sent along this contact he made last year. Robert, are you on the frequency? Yes, I am. I've got my granddaughter Morgan sitting in my lap here. I just showed her where the microphone was. Yeah, she's sitting here. And are you excited, Morgan? Yeah. There she is. Well, Morgan, this is Pete, and we're going to play to call to Santa Claus and see if we can get him on the radio just for you. So stand by. Calling Santa Claus. This is KE5GGY in Dallas, Texas, trying to call Santa Claus at the North Pole. We have Morgan ready to talk to Santa Claus. Come in, Santa. Ho, ho, ho! Merry Christmas, everybody! And hello, is Morgan on the radio? Hello, Morgan. This is Santa Claus. Meow. Hello, Morgan. Yeah, what are you doing? You're getting so big and so beautiful. And let me ask you a question, Morgan. Have you been a good girl this year? What? That's what it says on my good girl list. You're at the top of the list. So if you know someone who wants to talk to Santa, just dial up 3916 weeknights at 7:30 p.m. Central, starting November 25th. For Amateur Radio Newsline, ho, ho. I'm Kent Peterson, KC0DGY. I wonder what new radio I can ask Santa for. What time was that net again? With thanks to Allen Labs, the ARRL, the BBC, CQ Magazine, CNN, Daily DX, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitter Society, Ken Duffy, ZL4KD, Les Nouvelles DX, Livingston County Amateur Radio, the New Zealand Herald, Ohio Penn DX Bulletin, the SantaNet of the 3916 Tailgaters and Freewheelers, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Radio Society of Great Britain, Riri Azrak OD5RI, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Jim Dameron, NATMW in Charleston, West Virginia, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016, all rights reserved. Hello, I'm WB8IMY. And I'm Joel Hallis, W1ZR. Joel, one of the problems that I hear about most often from QST readers is the issue of being able to put up an antenna in an area where perhaps your neighbors aren't particularly fond of your amateur radio activities, or you would just like to keep a low profile. So stealthy antennas are just all the rage these days, especially for people in condos and whatnot. This opens up a very large subject for both of us. Indeed. Yeah, it is a problem, and there are people that are just, the people you described are people who it would be more convenient for them not to have visible antennas. There's another category of people who are not allowed to have antennas. That's right. In their lease or their
purchase agreement or so forth. Now, I've actually been in the position of thinking about buying a place and rejecting it on that basis, but not everybody can do that. So I have the one caveat here is to be very careful not to risk your lease. Yes. With this. I mean, there's things you can get away with, and if your neighbor sees it and they say, oh, too bad, okay, I'll take it down. But if you're in violation of your lease and the apartment is, or whatever kind of thing it is in high demand, your landlord might just say, well, let's get rid of this guy and his antennas and his dogs and be done with it. Troublesome ham. Yes, exactly. So just keep that in mind. It's not worth losing your happy home in the process. But in terms of stealthy antennas, I kind of divide it up into three choices of general strategies. The first is to use a regular antenna where it can't be seen. And there are a lot of, we'll talk about each of these. The next is to make a visible antenna that looks like something else. So even though it's an antenna, it doesn't look like an antenna. Now that's where you can get in trouble with your lease if you're not allowed to have antennas. If somebody figures it out and they say, why does that lawn ornament have a wire going out the bottom, or you know, that kind of thing. And the other thing you can do, and this is may or may not be an issue with your lease, is to use an antenna that can be removed when it's not in use. So if you just put it in place on your patio or someplace while you're operating and then take it down when you're not, most people will not have a problem with that. So in terms of using a regular antenna where it can't be seen, that comes down to a couple of things. Attic antennas are one. Living space antennas, people put antennas in their living room, and wires and loops that are in trees or a very thin wire that can't be seen, so forth. Antennas inside dwellings can be very stealthy. Some have even used rotatable VHF Yagis in their attic, including my colleague Steve Ford here has been known to do that and had good luck with that. And I even managed to work satellites from within the attic with a rotating stealthy antenna. Really? That's very feasible. And it can work. It probably works better if you actually get the satellite to be in the attic with you, but it can work. I'll tell you what was a pain was in the winter when I had snow and ice on the roof. I couldn't get to the satellite on 70 centimeters. Ah. Yeah, way too much attenuation. So you had to go climb up on the roof and shovel. Knock the snow off, and then I was fine, yes. Yep. Yeah, well, that can be a project, too. Of course, that's only a problem in some parts of the country. Yeah, that's true. Yeah. So that's one thing you can do. And a lot of people use regular HF dipoles in attics. That can work well, too. A lot of people are not aware that dipoles can be bent and work well. So typically, if you go along the inside of the peak of the roof and get to the end of the peak and it's not, you know, quite wide enough to support the antenna, you can run one side down along the roof line on what going one way and the other side down the roof line going the other way or something. So you can get a lot more space there than you might think. The dimensions will be slightly different, but trim for best SWR and you'll be good. The general problem that you have to be aware of is you're much more susceptible to receiving interference from your neighbor's plasma TV or washing machine controllers and furnace controllers now put out a lot of RFI. And, of course, if you're not supposed to have an antenna, you can't exactly go around and say, would you mind turning your furnace off while I'm operating? I mean, you're not going to get very far with that. So having them outside, if you can, is always a benefit. Another issue with inside antennas is you're typically very close to where people are. And that brings up the RF safety issue, which can be very serious. So even though the attic may be far away from where people in your dwelling unit are, it may be much closer to somebody else's, and you have to be particularly concerned about this, especially if you have kids playing near where antennas are. Very carefully calculate the RF levels and make sure they're well within the guidelines for people that are not part of the station environment, which are more restrictive than the other ones. The other thing that can be tough about antennas in buildings and having wire loops around windows and so forth, which can work, is it's very difficult to know exactly where all the conductors are in the walls. So perhaps you have had an opportunity to look at that if you were there while the building was being built. But in general, any copper pipes or wiring or anything else in the walls is likely to interfere with the antenna pattern, possibly cause attenuation, and also provide a path for RF interference in either direction. And nowadays, I've watched some buildings go up recently, and it seems like the steel studs are much more popular than yes, they are. 2x4s that we're used to using in the old days. Of course, that just kind of makes a shield. And if you're inside like the shield. Like a Faraday cage almost. Yeah. If you're inside the shield, you can only talk to other people in the building. Pretty much. I mean, that's what it comes down to. Yes. So you have to be aware of that. Another thing you can do outside the building, if you don't have room for a big antenna outside, perhaps you can make a shortened antenna, either by loading it with coils or
bending it around and so forth. There are a number of things you can do. They work well, and in fact, they work almost as well as full-size antennas, except for a couple things. One, the bandwidth tends to be narrower. So if you make it half the size of the full-size half-wave dipole, the bandwidth can be significantly less. I don't have a number in front of me, but I could easily imagine 30 or 40% less bandwidth. The impedance goes down also, which tends to make them less efficient and provides less of a match to the coax. But otherwise, they can work very well. You know, if you can have wire that's the same color as the siding on the dwelling and you can stretch it between two windows on the outside of the house, you may be a lot better off than doing it on the inside. Of course, you'll still be coupling to these same things in the walls. But what's really best is if you can go from an outside window to some tree and get most of the antenna away from the building, it works a lot better. What about the idea of supposedly loading up the gutters? Does that really work? Yeah, that comes up in the next category, which I was going to talk about, which is make a visible antenna that looks like something else. And one of them would be a gutter. People have successfully used aluminum or copper gutters as antennas. Now, there's some caveats there. First of all, to be a good antenna, it has to be a solid conductor, at least the part that you're using as an antenna. And what I mean by that is, if you look at the way gutters are put together, they're typically downspouts are pushed into fittings, connect up to the gutter. Sections of gutters, even so-called seamless gutters, tend to be broken into segments of a finite length. And the way that they're connected together can make a connection that's sometimes a connection and sometimes it's not. Now, that's fairly easy to fix if you're willing to go up and take sheet metal screws and make sure the connections are well made. Or, alternately, if you don't want the downspout to be part of your antenna, make sure it's well insulated by putting in a section of plastic pipe or something in between. So you can deal with that. They absolutely can be used. The trick is to feed it. If you want to have a center fed antenna out of a gutter, well, you've got to cut the gutter in the middle and put an insulator there to do that, or perhaps a T-match for a single band if you can make that come out right. Well, your landlord may have something to say about that. Well, there's that. Yeah, yes. That's another issue. But this may not be very easy to be stealthy about, although if you use the downspout in the gutter as kind of an inverted L and you feed it from the bottom of the downspout, it might not be noticeable. Again, you have to make sure the downspout and the gutter are well connected. Otherwise, you will have an intermittent connection, and that can, even if it's almost a connection, it actually can become a semiconductor and generate harmonics and all kinds of strange things. And you get a dramatic shift in SWR while you're operating, and that can shut you down. Your radio. What about when it rains and the gutters fill with water and rotting leaves? That's as much of a problem. But what can be a problem is the gutters are typically attached to the wood siding of the house with screws. Now, let's see, sometimes the wood siding of the house is wet, and sometimes it's not, and sometimes you have a connection through that, and sometimes you don't. So, none of these antennas are ideal, but you can't always have perfection, and you can get a signal on the air using a gutter, no question about it. You can use a flagpole. There have been a number of articles in QSTs about using a flagpole, another kind of thing that looks like something else but can work as an antenna. Again, it's tricky to not be obvious about it because usually you have to have an antenna tuner there. So you can put a vault underneath it and so forth, but you got to work at night and you got to make sure nobody trips over your radio wires and things like that. Yes. And bury your coax. And it also helps if you have access to the building at a convenient point to get to a cable to the antenna without being seen. So, that this works well in your own house in a neighborhood with restrictions. Even if it doesn't have restrictions, you just don't want it to look like you have a ham antenna. Your spouse may be a restriction. My spouse does not like antennas. She really doesn't. Well, you have to be very careful in this life. You have to pick your real estate carefully, and it's also good to pick your spouse carefully. Yes. And there's a lot of criteria you might not think of when you first get into that, and we probably don't want to go too far in that direction. No, but no. Fortunately, my spouse is pretty understanding, although she has not been up for a tower. But then again, my town is not up for a tower either, so I've been getting away with a stealthy Yagi. It's hard to see, and it works well enough. Now, if you have a tree on your property, could you take a single wire, insulated wire, and run it up the trunk and basically have a stealthy vertical that way? Absolutely. I have one. I don't have it because I have to have it stealthy, but I have it because I had the tree there, and that was the only way I was going to make an 80-meter ground plane. And in my case, I have elevated radials going off through my woods, capturing deer and stuff. And so it's not terribly stealthy, but if I had radials on the ground or under the ground, it would be pretty stealthy, and it works quite well. How much wire do you have going up in the tree? I have about 65 feet. Actually, I have two wires. I have a double wire, which makes it
less lossy and a little wider bandwidth. So it's kind of acts like a wide piece of pipe or something. Does the wire have to be insulated? No, I don't think so. I think the tree... It's going to be right up against the bark of the tree. That's what made me think. Well, of it. It's hung by a halyard, so it's not being pulled into the tree, but it is touching the tree in places. But of course, the tree is not a very good conductor. Now, if it's wet, it is. But yeah, I haven't had a problem. I do use insulated wire. It's less mm-hmm. visible, too, by the way. Yes. Black insulated wire is much less visible than bright, shiny copper wire, which is very visible. Well, that's something else in the stealthy discussion. What about, and again, I'm thinking right now of verticals, but painting antennas to sort of camouflage them into the environment? Absolutely. That is a very good idea. And either that or getting old antennas. Instead of buying new antennas that are shiny, buy old antennas that are dull. That's yes. A number of benefits of that, including old antennas tend to be quite cheap. They also can be kind of defective, but yes. That's another problem. But I think a flat gray paint, or if you have a background, if yours is up against trees from somebody out on the street looking towards it, painting, making it, go to look at a World War II movie of a Spitfire on a landing field and kind of use the colors that it uses and make sure they're dull, not shiny. So you could even taking this aluminum color and spraying it with flat gray paint makes a big difference because it won't be reflective. Is there any type of paint you shouldn't use or any precautions? The one thing I would do is I would mask any areas of insulators around traps and things that are in the antenna so that you don't have any conductive paths. I think most paint is not conductive, but why take a chance? Because it's not usually very much of an area. No. Another thing I've seen used is flower hangers. Flower hangers? Yeah. Well, this actually comes under the category of antennas that can be removed. But there are a couple of HF antennas, one by Transworld and the other by Force 12, that are actually center-fed vertical dipoles with a horizontal end loading that are, I don't know, typically I'm guessing 10 feet high and 4 feet wide. If you had one on your patio, it would not look like an antenna. I don't know what it would look like. Somebody would look at it and say, gee, I wonder what that is. But, modern art yeah. sculpture, yes. But what you could do on the horizontal loading elements on the top, I would think, is get some hanging flower pots and put them on there. And then people wouldn't say, what is that? They'd say, oh, that's an unusually looking flower pot hanger. And what's going to happen to the flowers when you transmit? Well, my guess would be what you'd do is you'd remove them temporarily. And you could say, oh, I just took them down to water or something. But there are a lot of other things you can do that don't look like antennas. Lawn adornments, statues and things. There was you mean like gnomes? Well, I have not tried gnomes, but what I was thinking about was there was an article by Christian Pawn, WV6N, in QST of November 2011 called An Antenna Idea for Antenna-Restricted Communities. And he made a two-turn loop antenna, rotatable loop antenna, out of copper pipe. And when he was done, he thought it looked like a lawn adornment. And I guess beauty is in the eye of the beholder. Oh, yes. I saw that, yes. But as a vertical antenna, it could be fairly close to the ground without having mm-hmm. a problem. And he had it rotated so he could use it directionally. And he had very good results with that. Somebody walking by might say, what the heck is that? But they wouldn't say, why is that antenna in your yard? I'm guessing. One would hope, yes. Yeah. There are things like that. Vent pipe antennas. A number of people, some people even make them. If you have this, of course, won't work in an apartment where the landlord owns the roof. But there are 2-meter antennas out there that look like a vent pipe extension. They just drop over your vent pipe. Yeah, those have been around for years. Yeah. And even TV antennas can be converted to VHF use fairly easily. They require a little matching network or something somewhere. But those are all things that you can do with antennas that don't look like ham antennas. Now, something you and I discussed in a previous podcast, although briefly, was an antenna that you described in The Doctor Is In from a while back that used a wire along a wooden fence. You remember that? I do. A privacy fence. Yep. And if I'm recalling correctly, one wire ran along the top of the fence. Yep. And it even made a turn, so it was sort of an L-shaped wire. And then another wire, which functioned as the counterpoise, ran along the ground at the bottom of the fence. Yep. And then there was an antenna tuner to match it. And could you describe what that was? That worked reasonably well. Well, I say reasonably well. It worked about as well as a HF mobile antenna, let's say. This was for 75 or 80 meters, and it was actually resonant on that band if you make the lengths right. The actual antenna itself is the vertical portion, which may be 5 or 6 feet high,
or long, which runs from the where the counterpoise is, and the coax cable goes with the shield to the counterpoise at that point, the center conductor to the bottom of this 5 or 6 foot wire that goes vertically, and then the wire continues horizontally along the fence. And it can either be, depending on where you want the middle to be, it can either be a T configuration or an L configuration. Mm-hmm. And depending on how long you can make it resonant on 80 or 40 meters and or 20 meters or whatever band you want. And it'll work about like a mobile antenna, which can work quite well. Does the counterpoise wire have to be directly beneath the top wire along its entire length? I don't think so, but that's the way I mean, the fence has got to be there, so there's no reason not to do that, and that's the way I modeled it, and that worked. Now, if you're going to change something, then we have to go back and say, well, what does that do to the tuning of it or something? But I'm sure it would work, and probably about as well. What if you had a remote antenna tuner? Could you place that at the feed point of this antenna and get multiband? Absolutely. Again, you'd have to look at the impedance on each band and the range of tuning that the antenna tuner can handle, and that should tell you the story. And it would work just about as well as an HF mobile antenna, and your neighbors would never see it. That's true. Yeah. Yes, that would be excellent. Many QSTs ago, I set up a delta loop antenna where the bottom of the delta loop, the bottom of the triangle, if you will, was along a privacy fence in my backyard. And then the loop, the apex of the loop, was anchored in a tree. And the entire effect was it was extremely stealthy. And I had a remote antenna tuner right there in that base leg to tune the whole thing for several bands. And it worked remarkably well. Yeah. You know, it really doesn't take much to have a good antenna. You know, there's a difference between a good antenna and a great antenna. Yes. I noticed that last night. One of the reasons my voice isn't working is I mentioned I was trying to work central Kiribati on 20 sideband last night, shouting into the microphone, and for that reason I can't talk as well as I sometimes might. And my three-element Yagi at 30 feet is a good antenna, but it's not a great antenna, and I was up against people with 1,500 watts and 75-foot towers. I shouted until I thought I was not going to have enough voice left for today, which may have been a good thought, and had I had it earlier, and didn't get through. And I was thinking, well, you know, usually I can get through, but, you know, it's always a question of somebody else having more signal. I mean, we're not saying here that a stealthy antenna is going to give you, you know, a high position on the DXCC honor roll or allow you to break pileups on the other side of the world. But if your goal is to simply enjoy amateur radio and make contacts, it can be done. Absolutely. With rain gutters, verticals in trees, absolutely, whatever. Yep. Yeah, I just brought in my 100th card for 80 meters for my 5-band DXCC. That was my last band. I actually have one more I have to do because one of my countries is deleted, so I have to get 101 total. But but, you know, I do that with that wire going up the back of that up tree. Up the back of the tree. And could you, I mean, I'm thinking mechanically here more than electrical. What about a vertical antenna that you want to hide? Can it sort of be, let's say you had a pine tree, something like that. Can you put a vertical antenna physically sort of inside a tree, if what I'm saying makes sense here? It does make sense. And yes, you can if you can figure out how to do it. The trick is, what I usually do with antennas is I use a rope halyard. And by the way, that's another thing you have to be careful about. White rope against trees is very visible. Yes. Black rope, which is often sold, especially as antenna halyards, this yacht braid type two-part rope with a black outer cover works very well as a stealthy halyard against trees. And I use black insulated wire on the other side of the tree. So the trick is to get the halyard up tight against the tree and have the wire come down tight against the tree. Of course, so what you do is you get the halyard up and bring it around and bring it down. Now, how you do that, one way to do it, of course, is to hire a tree guy in a truck. Yeah. Because if you're up at the top of the tree, it's not that hard to snake something down. Including even a pipe. I mean, a vertical metal antenna, yes. And I've actually known people that had mastered the art of fly casting, so they could use a lead sinker. And by putting enough drag on it, just after it went over the top, it would slow its forward motion, and the weight of the sinker would bring it down against the trunk. The other side of the tree where the halyard would show is a little more tough because you can't throw it up that way. But I think a tree guy could do it. You know, if you have some tree work done, have them put in a couple of good connection points for pulleys, and you can do a good job with that. What about the thinking about the mechanics of it? Let's say that I could somehow
embed a vertical antenna in a tree. What about on windy days when the branches are blowing back and forth? I mean, that is that going to be a problem? No, it's not, because if the antenna's against the tree, it'll move with the tree. That's more of a problem if you have a dipole antenna between trees and the trees move at different times. You can end up with a lot of stress on the antenna. And speaking of dipoles, I mean, you can there are a number of regular antennas like dipoles that can be put up where they aren't too visible. Dipoles or inverted Vs hung from eaves outside your house, you know, from the peak of the roof down both right along the shingles. That'd be hard to see. Inverted V. Yeah. If you either paint the insulation or get insulation that matches the shingles and put it right up against the shingles. Yes. That can work. And there also, people used to use what we used to call invisible antennas. What that was antennas made from very thin wire. Typically, you get a an old audio transformer, and it has amazingly thin wire in there on the primary. You may get hundreds and hundreds of feet of very thin wire that can't be seen very well. And yes, you can make up an antenna, put it between trees, and nobody will notice it. You have to worry about birds flying into it or trying to land on it. But the nice thing is you have hundreds of feet for free, and if it breaks, you just put up some more. Just make sure you do your halyards in such a way that you can, if the wire breaks, you don't have to reposition the halyards. So you have the halyards go all the way around the tree, if that makes sense. Does that wire break easily? I assume it does. I think so, yeah. Yeah, so you may have to reconnect your antenna on a number of occasions after a windy day or... Or as you say, a bird flying into it. Yeah, I don't think that really. I think birds are smarter than that. But boy, I would hope so. Plan to have enough extra to do that. Okay, very good. Thank you, Joel. My pleasure. Foundations of Amateur Radio. There are moments in your life when you say to yourself, "Duh, why didn't I think of this earlier?" I had one of those last week. As you might recall, I have a hard time using HF communications from my home. There is lots of noise around, and I've been going out mobile and portable to make contacts. As satisfying as that is, nothing beats sitting at home in your comfy chair with all the other home amenities. Ideally, I have this notion that I should be able to do my hobby from home and have my cake and eat it too. Turns out, my duh moment was just that. I speak regularly on the local 2-meter repeater. In fact, I host a weekly net called F-Troop that encourages new and returning hams to get on air and make some noise in a friendly environment where no question is too silly and mistakes can be made on air without subsequent yelling and carrying on. So I have a fully working HF radio at home, but it works just fine on 2 meters and 70 centimeters. My duh moment was when I realized that there are a multitude of 2 meter and 70 centimeter transmitters around that I could add to my tally of things heard and worked. There are websites dedicated to these transmitters, and schedules exist to highlight when, how, and where these things are. So what am I talking about? The wonderful world of amateur radio satellites. There are lots around, sending out idents, having uplink and downlink, sending out digital packets, you name it. The wide variety of amateur radio in a 90-minute orbit around the planet. I'll confess that I thought there were one or two doing the rounds. But there are a few more. Just counting the active ones, there are 85 satellites designed to be used by amateurs at the moment. Of course, that changes all the time, going up and down as more are launched and others stop responding. In addition to this collection, there are other things you can listen out for, like weather satellites, the International Space Station, and a bunch of other objects. I came across the November 2 Yankee Oscar website, which shows you what's up in your sky right now. The footprint and direction, when it clears the horizon, in which direction and what the highest elevation is, and when it vanishes again. All very helpful in getting half a chance to hear the transmission in the first place. I've said this before, this hobby is magic. I can't do HF, so now I'm playing with satellites. Looks like I'm going to have to sort out some digital decoding software as well, since many of the satellites have all manner of non-Morse code transmissions, APRS, digital modes, graphics, etc. Lots to learn. Did I mention that you could do much of this with a handheld radio? Power is not a problem, and an external antenna is likely all you'll need. By the way, this is what I like about amateur radio. There are so many different aspects to this hobby, so much variety, so many things to learn and experience, and I've only just scratched the surface.
It bears repeating that a beginner's license in amateur radio gives you access to all this and most of the things I've been talking about since I started talking about the hobby back in 2011. I've been licensed now for a little more than a minute and a half, but I still get a pleasant surprise on a regular basis about the size and scope of my chosen hobby. There's no excuse. Getting bored with amateur radio is just not an option. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 46 des Deutschen Amateurradioclubs für die 46. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Ergebnisse der DARC-Mitgliederversammlung. Die Digitalisierung des Kabelnetzes lässt Störungen erwarten. Dann der Hinweis auf den 46. Amateurfunkmarkt Dortmund am 3. Dezember. Aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Ergebnisse der DARC-Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung des DARC e.V. tagte am 12. November in Baunatal. Neben vorgelegten Anträgen für mehr Transparenz im Jahresabschluss, einer moderaten Beitragsanpassung sowie erstmalig die Einbringung eines Mitgliederbegehrens gab es zu allen Themen angeregte Diskussionen. Einen Großteil der Versammlungszeit nahm die Diskussion und die Behandlung der Anträge aus dem Distrikt Württemberg, Distrikt Papa, ein. Während der Diskussion der Anträge über die Finanzen des DARC musste der Initiator der Anträge eingestehen, dass er Zahlen falsch dargestellt hat und räumte seine Unkenntnis zu wesentlichen Zusammenhängen zwischen Jahresabschluss und Haushalt ein, so Peter Mestaler, DG4NBI, Sprecher des Haushaltsausschusses. In der allgemeinen Aussprache wurde von den Mitgliedern mehrfach betont, dass die Auseinandersetzung über vereinsinterne Themen in der Öffentlichkeit, dem Amateurfunk in Deutschland und der Interessenvertretung großen Schaden zufüge. Dies hat unseren intensiven ehrenamtlichen Einsatz möglicherweise zunichte gemacht, so Vorstandsmitglied Christian Enzfellner, DL3MBG, und verweist auf den momentanen Kampf um den Schutz unserer Frequenzen. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft wieder mehr über amateurfunkrelevante Themen diskutieren können, resümierte der Amateurratsprecher Heinz Mölleken, Delta Lima 3 Alpha Hotel. Das vom Vorstand eingebrachte Mitgliederbegehren, Antrag Nummer 12e, fand bei der Abstimmung keine Mehrheit. In der allgemeinen Beratung der Anträge 13a und 13b war nicht vorauszusehen, dass in der Versammlung Fragen zur Verfahrensweise aufkommen. Da es hier keine Einigung gab, unterbrach Versammlungsleiter Stefan Scharfenstein DJ5KX und bat zur Beratung. Im Interesse der Chancengleichheit aller Versammlungsteilnehmer und um jedem die Gelegenheit zu bieten, sich juristischen Rat einzuholen, wurden beide Anträge zurückgestellt. Nachfolgend eine Übersicht über die weiteren Anträge. Zurückgezogen wurden 12a bis c sowie f und g, außerdem 13c und d. Abgelehnt hat die Versammlung die Anträge 12d und e, außerdem 13e. Angenommen wurde 12h in der Fassung neu, 12i in der Fassung neu bzw. neu Alternative 1, 12j und 14a. Die goldene Ehrennadel des DARC e.V. wurde dem Geschäftsführer Jens Hergert zuteil. Er hat seine Karriere beim DARC als Mitarbeiter der Buchhaltung begonnen und den DARC e.V. nach seiner Berufung zum Geschäftsführer des DARC im Herbst 2011 mit seinen Ideen und Visionen gemeinsam mit dem Vorstand und dem Amateurrat auf einen neuen Weg gebracht, begann der DARC-Vorsitzende Steffen Schöppe, DL7ATE, seine Laudatio. Er hat nicht nur die Buchhaltung derart umstrukturiert, dass das Finanzamt Kassel bei den letzten beiden von ihm zu verantwortenden Betriebsprüfungen keinen Mangel mehr feststellen konnte. Auch der Jahresabschluss des DARC e.V. und seiner beiden GmbHs wird von ihm so durchgeführt, dass dem DARC dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Ein Großteil der Versammlung reagierte auf diese Ehrung mit Standing Ovations. Ich nehme diese Ehrung auch stellvertretend für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle an, so der Geschäftsführer. Eine Übersicht der Antragsinhalte finden Mitglieder auf der DARC-Webseite. Digitalisierung des Kabelnetzes lässt Störungen erwarten. Wer im 2-Meter-Band, insbesondere auf der Frequenz 145,750 MHz, schon einmal den Tonträger des Sonderkanals S6 des Kabelfernsehens gehört hat, weiß, dass sich in seiner unmittelbaren Umgebung ein nicht hinreichend geschirmtes Fernsehkabel befindet. Schon seit den 90er Jahren und damals besonders massiv werden Funkamateure von diesen elektromagnetischen Störungen gepeinigt. Bisher war jedoch in den meisten Fällen nur ein Kanal betroffen.
Nach und nach ist der Sonderkanal 6 aber digitalisiert worden. Dabei wird dem Sonderkanal nun ein 7 MHz breites DVB-C-Signal aufgeprägt, welches zwar im Pegel etwas schwächer ist, dafür aber das gesamte 2-Meter-Band überstreicht und somit die Nutzung insbesondere in den Schmalbandfrequenzbereichen untauglich werden lässt. Nun wollen die Kabelnetzbetreiber noch einen Schritt weitergehen und mit der neuen Kabel-Internet-Technik DOCSIS 3.1 Frequenzen bis 204 MHz im Fernsehkabel für den Rückkanal der Internetverbreitung verwenden. Und dies bis 2018 in der gesamten Fläche. Dann sind elektromagnetische Störungen nicht nur der Amateurfunkbänder, sondern auch beim Empfang von FM und DAB Plus Rundfunkaussendungen zu erwarten. Es kann also in Zukunft davon ausgegangen werden, dass sich die Situation in der Nähe undichter Kabelanlagen massiv verschlechtern wird. Eigentlich dürfte es solche undichten Kabelanlagen ja gar nicht geben. Doch ist es der Bundesnetzagentur trotz teilweise erheblicher Bemühungen nicht gelungen, alle Kabelanlagen dicht zu bekommen. In der Regel wird auch nur anlassbezogen agiert, was wiederum bedeutet, dass es gerade jetzt in der Umstellungsphase besonders wichtig ist, jede auftretende elektromagnetische Störung durch Leckstellen konsequent bei der Bundesnetzagentur zu melden. Dies geht am einfachsten durch eine Störungsmeldung an die Bundesnetzagentur. Die Adresse lautet Bundesnetzagentur Außenstelle Hamburg, Standort Itzehoe, Funkstörungsannahme, Postkamp Nummer 26, in 25 524 Breitenburg Nordau. Telefonnummer 04821 89 55 55. Auch eine Meldung per E-Mail ist möglich. Die Adresse lautet funkstörung@bnetza.de. Es wäre zudem hilfreich für die Arbeit im Rundentisch Amateurfunk, kurz RTA, wenn der DARC e.V. eine Kopie solcher Störungsmeldungen per E-Mail bekäme. Darüber berichtet Thilo Kotz, DL9KCE, mit Verweis auf das Online-Portal Teltarif. 46. Amateurfunkmarkt Dortmund am 3. Dezember. Der Dortmunder Amateurfunkmarkt findet in diesem Jahr zum 46. Mal am 3. Dezember statt. Der Veranstaltungsort ist die Dortmunder Westfalenhalle 6. Einlass für Besucher ist ab 9 Uhr. Den Besuchern wird auf über 500 Tischen ein reichhaltiges, vielfältiges Sortiment geboten. Die vorhandenen Sitzgelegenheiten bieten die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen sowie bestehende aufzufrischen. Aktive Interessengruppen im Amateurfunk präsentieren sich mit eigenen Ständen den Besuchern. Das Veranstaltungsteam bittet darum, den Termin vorzumerken und freut sich auf Ihren Besuch. Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebseite www.amateurfunkmarkt.de. Darüber berichtet Siegfried Pausewank, DJ5QZ, Vorsitzender des ausrichtenden DAT e.V. Aktuelle Conteste am 19. November, da startet der Herbstcontest des Distriktes Köln-Aachen sowie der RSGB 1,8 MHz Contest. Am 20. November, da gibt es die HOT-Party für Selbstbau- und Oldtimer-Geräte, Homebrew and Oldtimer, HOT-Party, 20. November. Außerdem der Herbstcontest des Distriktes Köln-Aachen mit dem zweiten Teil. Das ganze Wochenende hindurch, 19. bis 20. November, da läuft der All-Austrian 160 Meter Contest aus Österreich und aus Bulgarien der Lima Zulu DX Contest. Und 26. bis 27. November, da läuft der CQ Worldwide DX Contest. Die Ausschreibungen findet ihr auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Ausgabe 11 2016 auf Seite 56. Der Funkwetterbericht vom 15. November, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 7. bis 14. November. Bei nahezu konstanten solaren Fluxwerten zwischen 76 und 80 entschied wieder die Stärke des Sonnenwindes über die Fernausbreitung, vor allem über die Öffnung der transpolaren Funkwege. Zwischen dem 7. und 9. November war das geomagnetische Feld kaum gestört. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes stieg von 300 km pro Sekunde, das ist ein normaler Wert, bis auf 767 km pro Sekunde. Darauf reagierte das Erdmagnetfeld stürmisch und in der Tat wechseln seit dem 10. November unruhige und stürmische geomagnetische Bedingungen einander ab. Dennoch reichten die Fluxwerte aus, um morgens das 15-Meter-Band kurz Richtung Japan zu öffnen.
Auf 17 Meter waren die Signale aus Fernost und nachmittags aus der Karibik recht stabil. Auch Nordamerika war auf 20 und 17 Meter erreichbar. Die unteren Bänder 160, 80 und 40 Meter sind winterlich, weisen also geringe Dämpfungswerte für DX-Signale auf. Greyline DX mit der amerikanischen Nordwestküste über den langen Weg funktioniert fast täglich gegen 16 Uhr UTC. Vorhersage bis zum 22. November. Die Sonnenaktivität bleibt sehr gering. Einzelne C-Flares stellen Ausnahmen dar. Das geomagnetische Feld soll vom 16. bis zum 20. November überwiegend ruhig sein. Danach kommt, bedingt durch die Sonnenrotation, ein ehemaliges koronales Loch wieder in eine geoeffektive Position. Starker Sonnenwind und ein darauf reagierendes Erdmagnetfeld sind die Folgen. Wir erwarten dennoch gute DX-Bedingungen auf allen Bändern zwischen 160 und 20 Meter. 17 Meter und hin und wieder auch 15 Meter öffnen auf den Taglinien, aber nicht täglich. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.02 Uhr, in Ostaustralien um 19 Uhr, in Westaustralien um 21.08 Uhr. In Singapur geht die Sonne auf um 22.47 Uhr Weltzeit, in Japan um 21.16 Uhr, auf Hawaii um 16.42 Uhr. In Alaska geht die Sonne auf um 18.04 UTC, in Johannesburg in Südafrika um 3.10 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 14.51 Uhr, auf den Falklandinseln um 7.29 Uhr und Sonnenaufgang in Berlin in Deutschland ist um 6.16 Uhr Weltzeit. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.37 Uhr, USA-Westküste 0.58 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.29 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 23.31 Uhr, auf Hawaii um 3.49 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 1.17 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 16.35 Uhr, in Neuseeland um 7.08 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.12 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschlandrundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, DL9LBG. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch haben, also mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Beiträge per Post oder Fax an die Redaktion CQDL. Sie kennen ja die bekannte Adresse, Lindenallee 4 in Baunatal, sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7 8 4 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.